Dit is N24actueel.nl. Jan, een prijs gewonnen voor de beste trailer. Met een filmpje op YouTube over smeerkaas eigenlijk, als we het even Nederlands zeggen. Wat doet dat met jullie? Nou ja, weet je, trots, dankbaar, erkenning. Dat zijn eigenlijk wel de termen die denk ik het best passen. Wij als een bedrijf uit Vught, wat een internationale prijs vindt in Amerika, in Los Angeles. De bakermat van films en van reclames. Ja, dat hadden wij nooit bedacht. Ik ben erg blij. Het is een zogenaamde viral. Nou zegt mij dat helemaal niks. Kun je eens uitleggen wat een viral is? Een viral is eigenlijk een filmpje wat je wil laten vliegen over internet. En als je een filmpje wil laten vliegen over internet, dan richt je je eigenlijk op jongeren. Nou, en jongeren die zijn als doelgroep moeilijk te bereiken. En als je die wil bereiken, dan moet je wel iets opvallends maken. Nou, een viral die richt je op jongeren moet voldoen aan wat ik dan altijd noem seks, drugs en rock'n'roll. Want dat zijn de filmpjes die worden doorgestuurd. Het moet opvallen, het moet anders zijn. En daar voldoet deze klaarblijkelijk aan. Hoe komen jullie nu tot zo'n idee om een kuipje smeerkaas zo te laten verschijnen op tv? Ja, dat is eigenlijk, komt uit mijn koker. Ik ben iemand met andere antennes dan andere mensen. Ik luister naar wat de opdrachtgever wil. En ik vertaal het altijd naar dat ik precies doe wat de opdrachtgever wil. Want ik geef hem wat hij nodig heeft. Alleen het is niet altijd wat hij verwacht. En ja, daar huurt hij ons voor in. Zijn er nog leuke reacties gekomen, behalve dan de producent zelf, van mensen hier uit Den Bosch of van bedrijven? Ja, we krijgen honderden likes op Facebook. Ja. De telefoon stond gisteren roodgloeiend. We krijgen heel veel mails. En er zijn ook bedrijven die je benaderen en die zeggen van, goh, als jij wint, dan moet je het wel kunnen. Dan willen we graag met jullie gaan praten. Dus zakelijk is het zeker ook leuk. Super cheese. Nasty delicious. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl.